Welkom allemaal. In deze presentatie gaan we je helpen bij het indienen van de rechtspersonenbelasting. Belangrijk daarbij is dat we de leden van Formaat aanraden gebruik te maken van het boekhoudprogramma Assist, wat trouwens ook gratis is voor alle leden van Formaat. In deze presentatie gaan we ook verschillende keren verwijzen naar Assist, maar maak je toch geen gebruik van Assist, dan kan je die stukjes doorspoelen. En dan komen we later terug op het stuk waarin we effectief de rechtspersonenbelasting indienen. Bij het indienen van de rechtspersonenbelasting wordt gesproken over een aanslagjaar en een inkomstenjaar. Het aanslagjaar slaat op het jaar waarin je indient, dus het huidige jaar. In dat aanslagjaar moet je cijfersgegevens indienen van het voorgaande boekjaar. Dat boekjaar is dus reeds al afgesloten. Het vorige boekjaar slaat op het inkomstenjaar. Bijvoorbeeld in het aanslagjaar 2022 dien je de inkomsten in van 2021. Wat hebben we nodig om aangifte te doen van de rechtspersonenbelasting? Allereerst heb je een goedgekeurde jaarrekening nodig. Dat is een jaarrekening die goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering van jouw Vize 2. En die bestaat uit twee onderdelen, de staat van vermogen en de staat van uitgaven en ontvangsten. Daarnaast heb je ook een elektronische identiteitskaart nodig met de bijhorende pincode en een EID-reader. Daarmee kan je dan je identiteitskaart inlezen. Op je computer heb je ook de meest recente EID-software nodig. Of je kan de elektronische identiteitskaart volledig vervangen als je beschikt over de It's Me-app. Als laatste heb je ook internetverbinding nodig. Vooraleer we van start gaan, geven we ook nog enkele tips mee. We raden jullie aan om met een Windows-computer te werken. Aangifte doen met een Mac kan ook, maar dan moet je misschien nog enkele instellingen aanpassen. De link in de PowerPoint heeft een handleiding waarbij je ziet welke instellingen je misschien moet aanpassen op je Mac. Ook raden we aan om gebruik te maken van Firefox. Andere internetbrowsers werken ook, maar dan kan het zijn dat het misschien iets minder vlot loopt. En als je werkt met een kaartlezer, dan test je die best even op voorhand uit. De jaarrekening die we nodig hebben voor het indienen van de rechtspersonenbelasting moet tenminste 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van jouw Vize 2. De jaarrekening bestaat uit 2 documenten, de staat van vermogen en de staat van uitgaven en ontvangsten. In de meeste gevallen loopt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar, maar soms ook niet. Weet je niet wanneer jouw boekjaar eindigt, dan kan je dat terugvinden in de kruispuntbank. Dat doe je door in Google kruispuntbank of KWO in te typen en dan kan je op basis van het ondernemingsnummer of de naam van jouw Vize 2 je Vize 2 terugvinden en dan vind je heel wat info daar en onder andere het boekjaar. De jaarrekening kan je eenvoudig uit Assist halen en in de volgende slides laat ik zien hoe. Werk je niet met Assist, dan kan je dit stukje overlaten. Hier zien jullie Assist. Je kan eenvoudig inloggen op Assist door te surfen naar www.assistonline.be. Indien je nog geen account hebt, kan je een aanmaken en geef je aan dat je lid bent van Formaat. Zo kan je gratis gebruik maken van Assist. Je kan eenvoudig je jaarrekening uit Assist halen. Maar dat is op voorwaarde dat je een heel jaar lang je boekhouding goed hebt bijgehouden. Indien dat niet het geval is, dan moet je eerst daarmee beginnen. Je jaarrekening haal je uit Assist door bovenaan op boekhouding te klikken en daarna in de linkerkolom te kiezen voor financiële rapporten en verslagen. Bij het boekjaar geef je het inkomstenjaar in dat je wil indienen. Dat is telkens het vorige boekjaar. Bij soort kiezen we voor extern gebruik en bij welk overzicht kies je voor bijlage rechtspersonenbelasting. Als laatste klik je op het print-icoontje. Eenmaal op het print-icoontje geklikt, komt er een pdf uit. Die sla je ergens op, waar je die straks eenvoudig kan terugvinden.
Nu gaan we naar BizTax. BizTax is de plaats waar je je aangifte voor je rechtspersonenbelasting in orde brengt. Je gaat daar naartoe door te surfen naar www.biztax.be. Je komt eerst op een scherm terecht waar je je taalvoorkeur doorgeeft. Ik koos hier voor Nederlands en dan kom je op dit scherm terecht. Daarna klik je op BizTax, wat dat hier aanduidt is met een rode cirkel. Nu gaan we aanmelden in BizTax. Dat kan via je elektronische identiteitskaart, kaartlezer en pincode of via de It's Me-app, wat ik persoonlijk het makkelijkst vind. Belangrijk bij het aanmelden is dat je aanmeldt in je eigen naam. Dan komen we op dit scherm terecht. Hier moeten we een aantal gegevens invullen, beginnend met het ondernemingsnummer van jouw VZW. Indien je niet meer weet wat het ondernemingsnummer van je VZW is, dan kan je het opzoeken in de kruispunt. Op dezelfde manier als daarnet al gezegd. Je zoekt dat dan op via de naam van je VZW en dan staat daar het ondernemingsnummer. Dit nummer vul je bovenaan op dit scherm in en daarna kies je het aanslagjaar dat je wil indienen. Daarna vul je ook het belastbaar tijdperk in. Dat is bijvoorbeeld voor 2021 van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Ook belangrijk is dat de rechtsaangifte rechtspersonenbelasting staat. We gaan dan eerst op zoeken aangifte klikken. Daarna kijk je of er al een aangifte is gebeurd. Zo ja, kan je daarop verder werken. En zo nee, dan kan je klikken op andere aangifte aanmaken. Dan komen we op dit scherm terecht. Hier moeten we opnieuw dezelfde gegevens invullen. Linksbovenaan opnieuw het ondernemingsnummer, terug het belastbaar tijdperk invullen en rechts vullen we opnieuw in RPB. Daarna klik je op aanmaken. Je komt daarna op dit scherm terecht. Op het tabblad ID controleren we of alle gegevens kloppen. Zowel de gegevens van de VZW als de gegevens van de contactpersoon die aan het indienen is. Dan gaan we naar het tweede tabblad, het tabblad 276.5.a. Hier mogen de meeste jeugdhuizen allemaal nullen invullen. Kan je dus naar beneden scrollen en mogen er allemaal nulletjes staan. Dat mag, tenminste, als je een nulaangifte mag doen. Wat simpelweg wil zeggen dat je de belasting niet moet betalen, maar toch een aangifte moet doen. Heb je toch bepaalde inkomsten, zoals inkomsten uit onroerende goederen, dan neem je best even contact op met Formaat. Dat doe je door te mailen naar vraag@formaat.be. We gaan naar het derde tabblad, tabblad 276.5.b. En hier moeten we de jaarrekening die we daarnet uit Assist haalden, uploaden. Dat doe je door te klikken op toevoegen. Dan kom je op een scherm waarmee je computerbestanden kan toevoegen. Je klikt de jaarrekening aan die je daarnet opsloeg. Daarna klik je op bewaren en je kan eventueel het document nog eens openen om te controleren of je wel degelijk het juiste document toevoegde. Dan gaan we naar de foutenlijst. Dat doe je door in de linkerkolom op foutenlijst te klikken en hier kan je een foutencontrole starten. Als je daarop klikt, kan het zijn dat er enkele fouten uitkomen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je de adresgegevens van de contactpersoon fout hebt ingevuld. Indien dat het geval is, dat er dus fouten in staan, ga je terug naar de vorige tabbladen om de fouten op te lossen. Daarna start je de foutencontrole opnieuw, tot er uiteindelijk geen fouten meer gevonden worden. Dan kan je een simulatie doen. Dat kan je door in de linkerkolom op simulatie te klikken. Dan zal je zien, indien je een nul aangifte hebt gedaan, dat je 0 euro verschuldigd bent. Onthoud wel dat het altijd belangrijk is om een aangifte te doen, ook al gaat het om een nul aangifte. Als je geen aangifte doet, riskeer je een boete van 625 euro. Een kost die je eenvoudig kan vermijden.
Dan moeten we de aangifte nog ondertekenen. Dat doe je door in de linkerkolom op ondertekenen te klikken en het vakje aan te vinken waarmee we aangeven dat de aangifte correct is gebeurd. En dan klikken we op verzenden. Dan zijn we klaar met de aangifte. Je kan nog een ontvangstbewijs downloaden. Dat kan je gebruiken voor je administratie of om voor te leggen op de volgende vergadering om aan te tonen dat de aangifte juist is gebeurd. Dan rest er mij enkel nog om jullie heel veel succes te wensen met de aangifte. Mochten er toch nog onduidelijkheden of vragen zijn, mogen jullie altijd contact opnemen met Formaat. Dat kan je doen door je ondersteuner aan te spreken, door te bellen naar Formaat of door te mailen naar vraag@formaat.be. Je kan ook altijd de handleiding van Bistak zelf eens doornemen. En verder, heel veel succes!